Tumbleweed! Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zapia, Ocarina of Time. Ik ben er weer, Zelda Play 20. In de vorige aflevering hebben we de meest useless item gehad, namelijk de Ice Arrow. En ik heb één reactie gekregen, er is een beetje een easter egg met de Ice Arrow. Krijg je de Ice Arrow voordat je de Shadow Temple gaat doen, kun je hem gebruiken op Bongo Bongo en dan probeert het ene handje het andere handje te ontdooien of uit het ijs te breken. Dus het enigste eigenlijk wat je met de Ice Arrow kan doen, voor de rest is het compleet nutteloos. Voor de rest gaan we, we gaan nou dus zeg maar de desert in. Dus dankzij Sergeant Tortelli hebben we gelijk ook weer de easter egg van, de easter egg, de reference naar Skyward Sword van Tumbleweed. Jammer genoeg zullen we hier dus geen Tumbleweed tegenkomen. Oké, maar we komen hier dus zeg maar in de desert. En in de desert er woedt een zandstorm. En het wordt aangeraden zeg maar om de hoverboots te dragen. Zodat je dus zeg maar niet in het zand wegzakt. Nou zijn hier dus zeg maar twee manieren. Je hebt hier dus zeg maar het plekje waar je dus zeg maar niet doorheen zou kunnen komen. Omdat je dus weg zou zakken. Naboru, daar moeten we nog naartoe lopen. Maar zoals zo'n Gerudo-muts ons heeft verteld. Nou heb je twee manieren om naartoe te kunnen gaan naar de overkant. Of je gebruikt de hookshot en je lanceert je eigen zeg maar naar de overkant van een kreet. Op deze manier. Of je gebruikt gewoon de hoverboots. Dus dat zal ik ook heel eventjes demonstreren. Kijk, als je de hoverboots gebruikt, dan zak je er ook niet doorheen. Hè. Maar je kunt dus zeg maar gewoon ook de hoverboots gebruiken. En dan zul je dus zeg maar niet het issue hebben dat je dus zeg maar wegzakt in het drijfzand. Heel erg handig om te weten. Altijd leuk, altijd handig, altijd subliem. Maar ja, sowieso waarom... Oké, het duurt wel wat langer, omdat het is moeilijker om deze kant op te gaan. Nou, het is dus heel erg moeilijk om te zien waar dat je naartoe gaat. Je hebt dus zeg maar voor je heb je een paar vlaggen en die moeten we dus zeg maar gaan volgen. Maar nou, er zit hier dus zeg maar een leuk grapje op het moment dat je, ik geloof, deze kant op gaat. Ergens. Zit hij? Er zit hier toch een dude? Ergens. Er zit hier een dude op een vliegend tapijt, dat weet ik zeker. Oh, ik ga alweer de verkeerde kant op. Er zit daar een dude op een vliegend tapijt en die verkoopt je zeg maar bomchoes voor 200 rubies. Nou, bomchoes heb je niet nodig, dus waarom zou je die überhaupt willen kopen? Ik wou alleen maar zeggen dat hij er zit. En nou zak ik hier naar beneden toe en dan wou ik eigenlijk niet, want dan moet ik weer zo langzaam naar boven lopen. Wat absoluut niet. Het is niet fijn, het duurt te lang. Dus schiet nou toch eens een keer op, man. Dus, maar volgens mij zat hij daar toch echt aan de rechterzijde of zo, maar dat weet ik niet zeker. In ieder geval, je hebt hier de vlagpol 1. Dan moet ik eventjes gaan zoeken, want het is moeilijk te zien. Voor ons neus. Dan zien we vlagpol 2. Oh, hier heb je het bordje. Hier heb je het bordje, dus ik kan hem wel eventjes laten zien. Kijk, als je dit bordje volgt, dan heb je hier een brug. En die brengt je naar een vliegend tapijt. En daar kun je alleen maar opkomen als je dus zeg maar de hoverboots hebt. En dan heb je deze gast. En die zegt... Welcome! I'm selling stuff, strange, rare, from all over the world, to everybody. Today's special is... A dangerous running object. Terrifying. I won't tell you what it is until I see the money. How about 200 rubies? Nee, dankjewel. Oh, ik drukte op B, maar maakt niet uit. In ieder geval bomjuice. Kost 200 rubies. Waste of money. Dus, goed, wat we dus weer moeten doen, is we moeten dus zeg maar weer teruglopen. Nou zien we een beetje meer van de vlaggetjes, maar op het moment dat we dus zeg maar hier weer in komen... Dan zitten we dus zeg maar weer dikker in de sneeuwstorm en moeten we dus zeg maar weer de vlaggen gaan volgen. Nou, het kan een beetje lastig zijn om te zoeken waar dat de vlaggen zitten. Maar als je heel goed kijkt, zie je dus zeg maar wel de stok verplaatsen waar dat je dus zeg maar een beetje naartoe moet gaan. Dus is het, ik zie daar, is dat geen? Ja, daar is hij. Oké. Dus, en trouwens, iedereen een hele fijne hemelvaartsdag. Volgens mij zit hij daar. Nee, daar zit hij niet. Kom op, ik druk op terug! Oké, als ik nou nog een keer faal krijg, dan weer een heerlijke vuilmontage. Van jullie enige echte Zelda-player. Yes. Oké, nou. Dit keer zonder faal. Ik bedoel, het is... Ik neem dit nou op overdag. En dan heb ik dus zeg maar zonlicht, waardoor dat ik dus zeg maar donkere kleuren iets moeilijker kan zien op mijn schermpje. Dus daarvoor moet ik echt focussen, want de televisie die reflecteert op het moment als de bezeten, hè. Dus dan moet ik echt eventjes goed gaan focussen. Er zit een gekke ding. Ik haat dit stuk zo erg. Oh, hier voor onze neus, hier.
Ja, jullie zullen het waarschijnlijk beter zien, maar ik zit dus met de reflectie en alles een beetje te... Oké, daar zie ik hem. Oké. Hier zit de volgende. Volgens mij dat hij echt daar. Nee? Je moet bij die paal in de buurt blijven, dat is het nadeel. En jullie zitten allemaal te wijzen van Zelda player, hij zit daar en ik zie hem niet. Hier zit hij, oké. En de volgende die zie ik toevallig, die zit daar, ja, ja, ja. Dit is het meest irritante stuk als je het mij vraagt hoor. We zitten de volgende. Nou ja, gelukkig hebben we de awesome muziek, ja, volgens mij zag ik hem daar. Nee, daar is hij niet! Oké, ik zie ze nou ietsje beter. Nou, naar voren. Nee, daar. Daar zit hij. Pixel perfect. Geen gevaal. Daar zit je. Daar zit je. Nee, daar zit hij niet. Ik zie het niet. Ik zie het echt niet, jongens. Oh mijn god. Dit is verschrikkelijk. Ik ga gokken, hoor. Oké, jongens, geen omgaan, maar ik moest gewoon echt voor mijn televisie gaan staan om echt te kijken hoe en wat. Oh, daar heb ik nog nooit zoveel problemen mee gehad. Mijn excuses, jongens. Maar goed, waarschijnlijk is er een betere manier, maar ben ik die gewoon helemaal spontaan vergeten. Je komt uiteindelijk hieruit en het tweede gedeelte is een stuk makkelijker de deur. Wat je wilt doen is, je kunt hier naar beneden springen. Dan heb je hier een Golden Skulltula. En zoals ik jullie heb beloofd, Golden Skulltula's, als we ze tegenkomen, laat ik ze nog eventjes zien. En ik heb jullie nog steeds de glitch te laten zien, zeg maar, van de oneindige Skulltula's. Die op de Ocarina of Time, of de Nintendo 64 versie werkt. Ik weet niet of die op de 3DS versie werkt, daar heb ik hem nog niet op uitgeprobeerd, maar ik denk het niet. En als je hier, ja, je kunt het gebruiken, maar ik zal het even laten zien. Dinsfire gebruikt, zo, voice crack. Dan krijg je automatisch een kistje en dat kistje, dat geeft je dus, zeg maar, als ik me niet vergis, 50 rubies. Nou, wel eventjes een waarschuwing vooraf. Als je dus zeg maar de woestijn verkeerd inloopt en je kijkt dus zeg maar die cutscene. Het kost een hartje helft. Dus daar wil je wel voor uitkijken. Oké, nou hebben we weer de Lens of Truth nodig. Dat is dan deze hier. Dus nogmaals mijn excuses voor mijn faal, jongens. Maar ik moest echt gewoon mijn televisie ondertussen bijna knuffelen. Om te zien waar dat die palen zaten. Dus misschien dat je de Song of Storms kan spelen of zo om die dingen dan weg te halen of zo, weet ik veel. Weet niet, misschien hebben jullie er een opzoek voor. Ja, deze tweede stap die is heel erg makkelijk, want ze zeiden dat je dus zeg maar de Lens of Truth nodig had. Namelijk de tweede die laat jou zeg maar, leidt jou door de woestijn heen door de Lens of Truth te gebruiken. Dan krijg je een spookje te zien en dat spookje die poe, die moet je dus zeg maar volgen met de Lens of Truth. Dus dan hoef je niet meer heel moeilijk te gaan zoeken naar vlaggenpolen en al die dingen. Het enige wat je hoeft te doen, is het spookje te volgen. Nou, in tegenstelling van de Ocarina of Time, als je dus zeg maar de Lens of Truth uitdoet. Ocarina of Time, maar nou. In Majora's Mask moet je een soort gelijk iets doen. Moet je ook iemand volgen. Maar niet zeg maar dat je anders verdwaald zal raken. Maar dan kun je de Lens of Truth uitzetten om dus zeg maar de schaduw te zien. Dat werkt hier, zoals jullie dus kunnen zien, niet. Je zou wel af en toe een keertje zeg maar, de Lens of Truth uit kunnen zetten om magie te besparen. Maar de Lens of Truth die gebruikt niet zoveel magie. Dus ja, je kunt eigenlijk gewoon de magie aan laten staan. Dus oké, nou wij volgen eventjes deze mut. Ondertussen komen er een paar van die groene slimeballen langs. Oh boy. Hallo. Als je het niet heel erg vindt. Wil ik nou graag wel uit deze woestijn. Echt serieus, er is nog niet eens tumbleweed hier te vinden. Ik wil mijn tumbleweed. Heb jij tumbleweed te koop? Maakt mij niet uit. Ik wil tumbleweed. Geef het. Dus. Nou ja, we zien daar eigenlijk al de vlagpolen. Dus we kunnen gewoon zeg maar nou de spook van de opera kunnen uitzetten. Dus maar ja, het voordeel is, als je dus dit eenmaal door bent gegaan, dan hoef je dus geen zorgen meer te maken over dat je dit nog een keer zou moeten doen. Want als je hier dus zeg maar eenmaal doorheen bent, gaat de zandstorm liggen en kom je dus eindelijk zeg maar uit in de desert.
Yay! Het enige signaal is, er is hier nog steeds geen tumbleweed te vinden. Oh, nog steeds geen tumbleweed. Dit is trouwens ook de locatie waar dat, zeg maar, de laatste piece of heart te vinden is. Die zit daar boven ergens op de berg. Maar het meest belangrijke wat je hier eigenlijk als eerste wil pakken, mocht je dus zeg maar niet echt, mocht je health issues hebben. Ik weet nog steeds niet waarom, maar. Mocht je health issues hebben, hier zit het meest gebroken item van het spel. Wat ik bedoel met het meest gebroken item. Op het moment dat je hier zeg maar komt en hier een bom plaatst. Echt, ik word helemaal gek van deze zandlopers. Dan zie je dus zeg maar dat er hier een secret to everybody zit. En er zit een creepy fairy. Deze creepy fairy geeft je het meest gebroken item van het spel. En ik zal jullie laten zien waarom dat het meest gebroken is. Dus zoals altijd, eerst de ocarina eventjes weer tevoorschijn halen. Creepy. Tekst graag. Young Way. Oh nee, echt eventjes. Dat was Windweker. Welcome, Zepi. I am the great fairy of magic. I will give you a magic spell. Please take it. Oh. Die stem echt non-top. Ach ja, maakt niet uit. Zoals ik al zei, dit is echt, als je dit item hebt, dan kun je gewoon niet meer verliezen. Zo erg is het. Schiet hem eventjes naar mij toe. De dramatische tentje, dat hoeft niet. Al onze hartjes worden hervuld, omdat het een Great Fairy is. En we krijgen Naru's Love. Cast is to create a powerful proactive fairy. It's defense magic can we use with C. Wat het praktisch doet. Naru's Love is ineffective for only a limited time. So use it carefully. Die inzooming was niet nodig. When battle is made, baby, please come back. Nee. Naru's Love. Op het moment dat je hem gebruikt. Hij gebruikt twee keer zoveel magie als Dins Fire of Roar's Wind. Dus daar wil je rekening mee houden. Wat het praktisch doet, is het zorgt ervoor dat je 0,0 damage neemt voor een behoorlijke lange tijd. Ik geloof dat de tijd... Achie! Sorry. Iets van... anderhalve minuut is of zo. Iets in die trend. Anderhalve minuut, 3 minuten. Maar dat wil dus zeggen dat je gewoon geen damage kan nemen. Je kunt de grootste klappen ontvangen. En het zal ook geen effect hebben op de duration van hoe lang dat je dus zeg maar... Naru's Love kan gebruiken. Ik zal hem niet gebruiken, omdat hij is gewoon te overpowered. Dus... Zo. Oh, trouwens, eigenlijk een grappig effect. Als je al die groene zandlopers, zeg maar, killt, dan krijg je na een tijdje een grote paarse zandloper. En dat is een beetje de zandloopmaster. Zoals je ziet, die neemt veel meer damage. Of die heeft heel veel hits nodig. Die zal altijd een red ruby eigenlijk droppen. En dan heb je even geen last meer van die zandlopers. Maar goed, even terug over Naru's Love. Naru's Love, die zorgt dus voor 1,5 minuut of 3 minuten zelfs voor totale onsterfelijkheid. Maakt niet uit hoe vaak dat je geraakt wordt, hoe sterk dat de klappen zijn dat je geraakt wordt. Hoe dan ook, hoe dat je het uitvist, maakt niet uit. Je zult altijd, zeg maar, beschermd zijn. En als je dat dus, zeg maar, combineert, want je kunt hem, ik geloof, 4 keer gebruiken met een volle magic bar. Je kunt, als je een green potion hebt, dan, nou, echt serieus, je kunt gewoon geen schade meer krijgen. Daarom noem ik het ook de meest broken item van het spel. Echt, het is gewoon verschrikkelijk. Oké, nou, dan zijn we eigenlijk aangekomen bij de Spirit Temple. Normaal zou je denken van, oh ja, daar beginnen we mee in de volgende aflevering. Of weet ik van wat, iets in die trend. Nee. De reden waarom dat ik nee zeg, is als we hier even de boel gaan onderzoeken, dan zien wij dat er hier dus zeg maar 2 stafels zijn. Een kruipruimte waar we zelf niet in kunnen, omdat we daar te groot voor zijn. En we zien een gigantische steen aan deze kant. Deze steen hebben we al eerder gezien zeg maar bij de mini dungeon van Gerudo Fortress, waar we dus zeg maar de useless ice arrows hebben gevonden. En daar kunnen we dus ook nog niks mee. Dus op het moment dat je hier rondloopt, nou je kunt eigenlijk naar binnen lopen, gelijk naar buiten lopen, dan is het ook al goed, want we kunnen niks doen. En het activeert de cutscene. En ik baalde van tot ik heb moeten niezen. Want dan zit ik weer te sniffen. Dramatic tension from Chicago. Spoilers, het is Chicago. Wat dacht je anders? Chicago's muziekje. Past, present, future. The Master Sword is a ship with which you can sail upstream and downstream through Time's River. The port is that ship
is in the Temple of... Oh, the port for that ship is in the Temple of Time. To restore the Desert Colossus and enter the Spirit Temple, you must travel back through time's flow. Listen to this requiem of spirit. This melody will lead a child back to the desert. Voor de laatste keer, toekomstige ik, kom naar buiten met je muzikale krachten en speel dit nummer op de echte ocarina. Heel erg bedankt daarvoor. En dan gaan we nu... You have learned the Requiem of Spirit. The Requiem. Requiem. Dus, mag ik nou eindelijk een beetje meer informatie over jouw Shikaka? Luister, ik heb jou... Okay, never mind. In één keer een plotselinge zandstorm. Goed, eventjes over de toekomstige ik met de ocarina. Dit was de laatste keer dat we dus zeg maar de toekomstige ik zagen met de ocarina. Aangezien dat dit het laatste nummer is dat we konden leren. Dus ik hoop dat jullie sowieso... Het idee leuk vonden tot ik dus zeg maar de nummers echt zou spelen op mijn ocarina. Ik wil daar sowieso Erik voor bedanken. Ik weet niet of jullie weten wie Erik is, maar die ben ik een paar keer tegengekomen op evenementen zoals Tomacon en Tsunacon, waar ik dus zeg maar met Gamepit samen naartoe ben gegaan. En die heeft mij een paar kneepjes van de ocarina geleerd en daar wil ik hem heel erg voor bedanken. Daardoor was het mogelijk om dus zeg maar al deze nummertjes ook te doen. Ik heb er ook heel veel... oefeningen mee gedaan. Offscreen heb ik heel vaak lopen te oefenen. Het is een beetje een doorgelopen grap geworden op sommige momenten. Maar ik hoop dat jullie die heel erg leuk vonden. Nou, voor ons is er hier nou verder niks te doen als een volwassen zeepie. Dus wij gaan terug naar de Temple of Time. Ja, wij willen terug naar de Temple of Time. En dan gaan we dus zeg maar naar onze onschuldige jongere ik. Ik weet het, er is nog een Bottle Side Quest, maar echt serieus, die doen we pas als we alle tempels gedaan hebben. Ik bedoel, die is zo... Ik had echt geen zin in om die te doen, maar... Zoals ik al een paar afleveringen eerder heb gezegd, we doen hem, don't worry. Goed, dus, tijd om onze Master Sword terug hierin te steken. 7 jaar terug in de tijd te gaan. Zeepie, you have to come back with me. Where? Back to the past. Back to the Future reference, moest daar even. Eigenlijk is Back to the Future, maar we're going back to the past. To play some shitty games that suck as I rather. Oké, dat was een angry video game nerd reference daar, die mocht ook wel. Dus, nou zijn we, ja, jong zeepie. En dan moeten we dus dat nummer spelen wat we net geleerd hebben. Oh. En daar zijn we aangekomen als jong zeepie in de woestijn. Nou zijn er hier een paar dingen die dus zeg maar heel erg belangrijk zijn om gelijk te doen. Ten eerste, als jonge zeepie, als jonge zeep die we hier zijn, als de zeep der jong... Gaan we op zoek naar Tumbleweed, was maar waar. Nee, er is helaas geen Tumbleweed, nogmaals. Het zou leuk zijn, maar ja, Skyward Sword kwam na Ocarina of Time uit. Maar is eigenlijk in de storyline voor Ocarina of Time. Maar we zien dus zeg maar hier dat we weer Soft Soil hebben. Dus ja, je kunt hier weer een Golden Skulltula krijgen. Maar weten jullie nog dat we nog een Magic Bean hebben? Die kunnen we hier planten. Dat is het enige wat ik hier eventjes op dit moment wil doen. Nou, nadat ik dat gedaan heb, wil ik jullie sowieso zeggen dat wij dus zeg maar de Spirit Temple in moeten gaan als jonge zeep. Dus
Sowieso dank ik jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje of heb je opmerkingen over het Ocarina-gefluit? Laat het weten in de reacties als je daar tijd voor hebt. Laat er ook een like voor achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En ik hoop jullie morgen allemaal te zien bij de volgende aflevering van Let's Play The Legend of Zeepie. Ocarina of Time. Bedankt voor het kijken, jongens. En morgen zal er ook nog een update-video plaatsvinden. Dus tenminste, die hoop ik morgen al af te hebben. Dus ik dank jullie sowieso voor het kijken en ik hoop jullie morgen allemaal te zien. Dus tot dan. Tot!